Hallo beste mensen, er moet me toch iets van het hart. Er zijn er behoorlijk wat mensen, en dan ook vooral boeren, die twijfelen waar ze op moeten stemmen. Daar heb ik zo wel mijn mening over. Je hoeft alleen maar te kijken, wat hebben die mensen de afgelopen tientallen jaren voor ons gedaan? Daarop kun je een goede keuze baseren. Je kunt ook goed kijken naar het partijprogramma. En dan zie je dat als de landbouw aankomt, dat BVNL altijd bovenaan staat. Hoe komt dat? Dat komt omdat de boeren daar op de lijst staan. Dat komt omdat die boeren, wij zelf, dat programma samengesteld hebben. Dat komt omdat Van Haga ook een goede economische kijk heeft op de zaak. Dat komt omdat Van Haga ook de juiste mensen heeft weten te strikken. Waaronder onze Sieta. Want daar wil ik het eens even met jullie over hebben. Onze Sieta die is al 30 jaar actief in de belangenbehartiging. 30 jaar de ondankbare taak om voor jullie de kooltjes uit het vuur te slepen. Want het is echt geen mooie job. Dat kan ik je vertellen. Je krijgt de shit over je heen. Je wordt afgebrand op prikkenbord. Iedereen heeft een mening over jou, over je bedrijf. En dan hoor niet te hebben over de laatste 4 jaar bij FDF. De laatste 4 jaar waren voor Sieta tropenjaren. Sieta heeft 24/7 voor jullie klaargestaan. Als je Sieta zondagsavonds om 11 uur belt van we hebben een persbericht nodig, dan maakt Sieta een persbericht. Midden in de nacht. Geen één belangenbehartiger, niet één, zal dat voor je doen. Sieta leest in de weekenden rustig 250 pagina's van kamerbrieven door, om te weten op welke pagina en welke alinea dat wij met z'n allen weer genaaid gaan worden door het kabinet. Ziet maar zo iemand te vinden. Ik denk dat jullie God op de knieën mogen danken dat er iemand is in Nederland die er rondloopt, die dat allemaal voor jullie doet. Die daarbij nog even een 1000 of een 2000 bedreigingen slikt, afwimpelt, niet over zeurt, dan niet op internet de leuke juffrouw uit loopt te hangen, maar gewoon keihard strijdt voor jullie belangen en strijdt tegen het onrecht wat er over jullie uitgesproken en uitgekotst wordt. Nou moeten jullie afvragen, willen wij de komende 4 jaar zo iemand voor ons in de Tweede Kamer hebben, om daar die leugens tegen te houden? Of willen we liever iemand hebben die het net iets leuker kan vertellen? Want dat doen we bij FDF niet. Wij vertellen de harde waarheid en niet net leuk sausje eromheen, om dan jullie toch lekker mee te bewegen in het mainstream pad. Of willen jullie iemand die opkomt voor jullie belangen? Die weet hoe het is om een boerderij te verliezen. Daar moeten jullie eens goed over nadenken als jullie morgen naar de stembus gaan. Veel wijsheid gewenst. En ze zeggen altijd, een volk krijgt de leiders wat ze verdient. Mensen, stem wijs.